De Tweede Kamer is weer een Gronings lid rijker. Vandaag werd Stineke van der Graaf van de ChristenUnie beëdigd tot lid van het parlement. Stineke was tijdens de vorige periode al Kamerlid, maar viel na de verkiezingen van 2021 net buiten de boot. Nu fractiegenoot Carola Schouten vanuit de Kamer weer een ministerspost gaat bekleden, komt er een plekje vrij. Stineke grijpt die kans met beide handen aan en nodigt de OogTV uit om tijdens de beëdiging langs te komen in Den Haag, tijdens een voor haar speciale dag. Ja, heel bijzonder om hier vandaag weer te mogen zijn. 30 maart namelijk afscheid. Dat is ruim 9 maanden geleden. En nu mag ik opnieuw aantreden. Ik vind het echt een voorrecht om weer terug te mogen keren op deze plek. En ik kijk er ook echt naar uit om vanuit van binnenuit, vanuit het hart van de democratie, ook weer werk te mogen maken van recht en gerechtigheid. Dat is echt mijn drijfveer. En om dat vanuit de regio te mogen doen, vanuit Groningen, is natuurlijk extra bijzonder. De beëdiging vindt plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning, aan het statuut van het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer of beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Dank u wel. Dan wil ik u feliciteren met uw lidmaatschap van de Tweede Kamer. Stineke valt met haar Groningse neus direct in de Haagse boter. Met de onrust over het extra gas wat opgepompt moet gaan worden, de treurige gang van zaken rondom de SNN-subsidieloterij en de fakkeltocht van afgelopen zaterdag. Er is natuurlijk heel veel gebeurd in de afgelopen week en dat leidt tot heel veel onrust. En ik denk dat heel duidelijk is dat de regering gewoon een hele dure plicht heeft, maar ook de Kamer, om echt zijn best te doen. Ja. Voor Groningen, voor de mensen in Groningen en om daar recht te doen. En ik hoop daar zelf ook invulling aan te gaan geven. Ik vind altijd al dat je het moet laten zien. En dus als je zegt dat je van plan bent iets te doen, dat je dat ook doet. Show, don't tell. Dus ik denk dat mensen in Groningen dat heel goed weten. Eerst zien en dan geloven. En ik denk dat het van belang is dat een ieder die hier een rol in vervult vanuit het kabinet of vanuit de Kamer echt de verantwoordelijkheid moet voelen om daar zijn werk voor te doen. Het gezin van Stineke was aanwezig bij de beëdiging en zo ontmoette haar dochter direct even de minister-president. Het was een speciaal en spontaan moment en het is een bijzonder jaar geweest, ook in persoonlijk opzicht. Niet alleen politiek gezien, hè, dat het de langste formatie is geweest die we kennen in Nederland. Maar ook voor onszelf hebben we een tweede dochter mogen ontvangen in de tussentijd, afgelopen zomer. En als je als moeder van twee dochters mag terugkeren in de Tweede Kamer, dan dat vond ik wel heel erg bijzonder. En het doet mij ook realiseren nog meer dat de keuzes die je hier maakt en beslissingen die je neemt, dat die consequenties hebben voor de toekomst. En dat, en ik vind het ook mooi dat zij erbij zijn en er een herinnering aan hebben aan dit moment. Het was de langste formatie ooit, die Stineke dus van een afstandje heeft bekeken. Wat ik mij realiseerde was dat je best snel op afstand staat. En natuurlijk helpt dat als je thuis bent en niet op het binnenhof rondloopt. Maar je bent best snel toeschouwer, heb ik gemerkt. En dan heb ik ook, net als velen, soms met verbazing gekeken wat er zich passeerde, wat er allemaal gebeurde. Maar ik denk ook dat het heel goed is dat er nu een nieuwe regering zit. En dat hoor ik hier ook vandaag in de wandelgangen. Dat mensen het gevoel hebben van we kunnen nu echt aan de slag en met een agenda en en ook in de Kamer. Stineke mag direct aan de slag met een Gronings onderwerp. Wat vandaag ook extra bijzonder maakt is dat ik weer mag terugkeren in de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de aardgaswinning in Groningen. Ik ben vanochtend benoemd en ik ga meteen aan de slag. Want de commissie is heel druk bezig momenteel met het voeren van besloten voorgesprekken. Dus dat is een nieuwe fase in het onderzoek. En ik ben heel blij dat ik daar op dat moment in kan stappen en gelijk mijn bijdrage daar mag leveren. Dus dit is de bel. En die hoor je hier regelmatig en die zijn heel hard. De bel gaat, een nieuwe debatronde in de Tweede Kamer begint
En zo ook de ambtsperiode van Stieneke.